regelmatig getuige geweest van de verkenning van de planeten en hun manen door onze elektronische afgezanten. Onbemande verkenners, zoals de Mariners, de Pioneers, de Vikingen en de Voyagers, toonden ons de kraters van de barre Mercurius, de rotsige bodem van de helse Venus, de valleien en vulkanen op Mars, de oranje-bruine wolkendeken van Jupiter en de ontelbare ringen van Saturnus, om er enkele van de hoogtepunten te noemen. Van vage vlekjes in onze aardse telescopen werden de planeten echte werelden, vergelijkbaar met onze eigen wereld. Vanavond willen we de hoogtepunten van al dat fascinerende planeetonderzoek eens op een rijtje zetten en maken we samen met u een reis langs de planeten van het zonnestelsel en hun manen. Als we vanaf de zon, want die is tenslotte het centrum, vertrekken, komen we achtereenvolgens tegen Mercurius, Venus, de Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Maar voor we aan onze reis beginnen, eerst eens de vraag: hoe ontstonden in feite de zon, de planeten en hun manen? Ongeveer 5 miljard jaar geleden werd het zonnestelsel geboren uit een wervelende wolk van gas en stof, die voornamelijk bestond uit waterstof en helium, maar waarin ook alle andere elementen voorkwamen. Dat materiaal was afkomstig van de explosies van eerdere generaties sterren. Door de onderlinge aantrekkingskracht van al die deeltjes verdichtte zich het centrale deel van de oernevel en ging in toenemende mate als zwaartekrachtscentrum werken. En dat noemen we dan de protozon. Maar ook om het centrum heen, in de wolk, waren er wervelingen die uiteindelijk tot planeten en hun manen uitgroeiden. Toen temperatuur en druk in de zon hoog genoeg waren geworden, konden er kernfusiereacties gaan optreden en begon de zon te stralen, zodat de planeten en hun manen zich in haar warmte konden koesteren. Op ontelbare plekken in het heelal speelden en spelen zich nog steeds vergelijkbare taferelen af. En het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat ook op andere plaatsen in het heelal leven, en zelfs intelligent leven, is ontstaan of bezig is te ontstaan, ook al hebben we daar nog geen echt bewijs voor. En met deze inleiding beginnen we onze fascinerende reis langs de planeten, de vaste begeleiders van de zon. En we beginnen bij de planeet die het dichtst bij de zon staat, Mercurius. Vroeger wisten we maar heel weinig van Mercurius, die we op onze reis vanaf de zon het eerst tegenkomen. De planeet, die nog niet half zo groot is als onze aarde, staat zo dicht bij onze centrale ster dat die heel moeilijk te zien is vanaf de aarde. Het is er erg heet, enkele honderden graden overdag, meer dan 100 graden onder nul 's nachts. Een Mercuriusdag is 59 aardse dagen lang en Mercurius heeft, omdat hij zo dicht bij de zon staat, geen jaar, maar niet meer dan 88 dagen nodig om één keer rond de zon te lopen. De opnamen die de Amerikaanse Mariner 10 in 1974 en 1975 maakte, lieten ons zien dat Mercurius er oppervlakkig ongeveer zo uitziet als de maan. Maar inwendig moet Mercurius meer op de aarde lijken, want de planeet heeft een magnetisch veld, net zoals de aarde. En dat wijst op een kern van vloeibaar metaal, zoals ook de aarde die heeft. Net als bij de maan zijn de kraters op Mercurius deels door inwendige activiteit, zoals vulkanisme, en deels door inslagen van meteorieten ontstaan. Vooral in de jeugd van het zonnestelsel zwierven er ontelbare brokken en brokjes door de ruimte, die vaak hun einde vonden bij inslag in een planeet of op een van de vele manen. Mercurius moet het overigens zonder maan stellen en van een atmosfeer is ook al geen sprake. Venus, die haar baan beschrijft tussen die van Mercurius en de aarde, is vooral door Russische, maar ook door Amerikaanse verkenners onderzocht. Het meest opvallende van deze planeet, die bijna even groot is als de aarde, is haar dichte, permanent gesloten wolkendek. Hoewel Venus liefst 243 dagen nodig heeft om één keer om haar as te draaien, draait het wolkendek in 4 dagen rond, zodat er vooral op grote hoogte sterke winden moeten heersen. De dichte Venusdampkring bestaat voornamelijk uit koolzuurgas, kooldioxide heet dat officieel, met een verpletterende druk van bijna 100 atmosfeer. Dat is evenveel druk als een kilometer diep in de aardse oceanen. In de Venusdampkring drijven wolken die bestaan uit zwavelzuurdeeltjes.
en de temperatuur is liefst 500 graden Celsius. Dat is heet genoeg om zink en lood te laten smelten. Waarom is die temperatuur zo hoog? Omdat Venus dichter bij de zon staat dan de aarde, werd de bodem zo heet dat het kooldioxide, dat op aarde grotendeels in gesteenten is te vinden, in de atmosfeer terechtkwam. En dat vele kooldioxide veroorzaakt op zijn beurt een sterk broeikaseffect. Dat wil zeggen, de zonnestraling kan er wel doorheen, maar de hitte die van de bodem afkomt kan er niet meer uit. Dankzij radaropnamen van Russische en Amerikaanse toestellen weten we nu dat het oppervlak van Venus licht heuvelachtig is met hier en daar een flinke berg. Er komt waarschijnlijk nog vulkanisme voor. Russische verkenners, die het in die barre omstandigheden een uurtje konden uithouden, hadden net voldoende tijd om ons kleurenfoto's te seinen van een verzengende wereld waar het leven wel nooit een kans zal hebben gekregen. Waarom hebben zowel Russen als Amerikanen de laatste jaren juist aan Venus zoveel aandacht besteed, vroegen wij aan planeetonderzoeker en geoloog Bruce Murray van het California Institute of Technology. Well, Venus is our sister planet. It is almost as large as we are. It has as much carbon dioxide as we have, considering that tied up in limestones as well as in the atmosphere. And so we have the most reason to want to understand our sister planet. And what we're finding, especially with the result of the radar measurements, and most recently those of the Russian missions in Venera 15 and 16, which carried out in 1983, is that its surface is covered with enormous scars and welts. But these are probably not scars caused by impact, the way they are in the moon, but rather they're scars and welts associated with boiling up of the inside. That Venus is boiling. It's a volcanic planet. And there is some similarities to Earth, vast differences, some similarities to the older parts of Mars. A really important question about Venus is why does it not have plate tectonics like the Earth? We know Mars doesn't because of the very thick lithosphere that exists there. Venus might have been like the Earth. We have only one planet we know well, Earth, and we're looking for comparative planets that we can judge. De aarde beschrijft haar baan om de zon op een afstand die anderhalve keer zo groot is als die van Venus tot de zon, 150 miljoen kilometer. Op die afstand is het niet te heet en niet te koud. Vloeibaar water kan er volop bestaan en dus is het niet verwonderlijk dat juist op deze planeet het leven volop kansen heeft gekregen. De aarde loopt in 365 dagen een keer om de zon, dat weten we allemaal, en draait in 24 uur een keer om haar as. En het is bij de aarde dat we voor het eerst een vaste begeleider tegenkomen in de vorm van de maan, die niet alleen door robots, maar ook door de mens zelf uitvoerig werd verkend in het kader van de Apollo-vluchten. 6 keer wandelden er, eind jaren 60, begin jaren 70, mensen op de maan op ver uiteenliggende plaatsen. De studie van de buurplaneet van de aarde, Venus, leert ons dat veel kooldioxide in de atmosfeer een sterk broeikaseffect kan opleveren. Nu wordt er door onze industrie en het verkeer steeds meer kooldioxide in de aardse dampkring uitgestoten. Is Venus in dit opzicht voor ons een waarschuwend teken aan de hemel? It's certainly true that the Earth is warming up as a result of increasing carbon dioxide. I think if we didn't have any other planets to study, we would still know quite a bit about the Earth. But having other planets gives us a more expanded perspective. We can see what the end result might be after many centuries of abuse of our atmosphere. Mercurius en Venus hebben geen manen. De aarde heeft er één. Bijna alle overige planeten hebben er meer. Maar van onze eigen maan weten we meer dan van welk hemellichaam ook, omdat we tenslotte zelf geweest zijn en nu op aarde over liefst 380 kilo maanstenen en maanstof beschikken dat voor een deel in het laboratorium is onderzocht. Well, we know a great many things about our own moon. In fact, we do know the geology, the chemistry, the geophysics of our own moon much better than we know these things about the other objects in the solar system. And in fact, we can specify with great detail some of the salient features of the moon's history, its geologic history and its evolution. So one of the most important things, of course, that we learned about the moon is we obtained a time scale for the moon, times at which
lavas poured out on the surface, times at which giant impacts occurred. Indeed, most of our understanding of the early history of bombardment of the other satellites and planets in the solar system is based upon our knowledge of the moon, because we can take that record back to just about 4 billion years. It's a record that goes beyond the detailed record we have on the Earth. So our knowledge of the moon is in fact quite deep, but it doesn't. The surface record doesn't take us all the way back to its beginning. Too many things have happened. And so when we come to speak about origins, we have to fall back on theory. De planeet die altijd het meest tot de verbeelding van de mensen heeft gesproken is Mars. Rond het begin van deze eeuw geloofden veel mensen nog dat Mars bewoond werd door een agressief ras. Maar we weten nu dat Mars een verlaten wereld is. Mars beschrijft zijn baan op ongeveer 1,5 keer de afstand van de aarde tot de zon. Op Mars heerst bijgevolg een soort van zuidpoolklimaat. De temperatuur komt er nooit hoger dan 20 graden onder nul. Mars heeft een ijle dampkring en we kunnen dus op het oppervlak kijken. De planeet is maar half zo groot als de aarde, maar lijkt meer op onze aarde dan enige andere in ons zonnestelsel. Mars heeft bijvoorbeeld poolkappen die in de zomer kleiner worden en in de winter groter. Er is water, zij het in de vorm van rijp en ijs. De Marsdag is maar 40 minuten langer dan de onze. Mars heeft seizoenen. Het landschap doet een beetje aan Australië denken. De Marsbodem is rood van kleur, door ijzerhoudende mineralen, zeg maar ijzerroest. De Amerikanen brachten in 1976 twee Viking-moederschepen in een satellietbaan om de planeet, waarna twee Viking-landers zachte landingen maakten. De kunstmatige Mars-satellieten onthulden diepe kloven en valleien en grote kraters. Ze lieten ons uitgedroogde rivierbeddingen zien, die suggereerden dat het ooit veel vochtiger geweest moet zijn op de rode planeet. De Viking-landers zochten naar leven op Mars, maar vonden dat niet. Desalniettemin is Mars in veel opzichten een erg levendige planeet, die er bijna om lijkt te vragen door de mens verkend te worden. Mars is so far from the sun that everything's frozen. The water is frozen. It might be there down under the soil. And of course, the atmospheric pressure is about 1% or less of the pressure on the Earth. And there's no oxygen. The oxygen in the Earth's atmosphere probably comes from plants, which create it from water and carbon dioxide. So if we're going to colonize Mars, it's a long way in the future, and we might have to modify the Martian atmosphere before we do it. Mars is the storybook planet in the sense that the chapters are visible all the way back from the present through 100 million years ago, through 1 billion years ago, through 3 billion years ago. It's remarkable. It's exciting. And it also manifests all the major geologic processes. It's the biggest volcanoes in the solar system, apparently, are on Mars. The biggest canyons in the solar system are on Mars. The largest water cut features are on Mars. The largest blankets of dust and ice, the polar deposits that exist anywhere, are on Mars. It's an incredible place. So it is, to a geologist, just the beginning point of reading that book. There's reasons to read it beyond just Mars, because the same sun that has shined on the Earth has shined on Mars, of course. If changes in sun radiation have somehow been involved in the formation of ice ages on the Earth, then that record must be present, beautifully preserved in the polar regions of Mars. Mars is quite unstable to a little bit of change in sunlight. There's no oceans. Our oceans act as a great reservoir of heat, and they damp out these things. But Mars has no oceans, and so a little change in sunlight, and there's more dust storms, and a lot of things happen, and these beautiful layers that have been accumulating in the polar regions of Mars will be slightly changed. When we send robots first and then humans to those places to collect samples and to drill cores, we will uncover a stratigraphic record that goes through the beginning of the Pleistocene, our ice ages. And it's going to be a terrifically interesting question as to whether we see an anomaly there on Mars or not. If there's no anomaly, we have to attribute the ice ages on the Earth to some internal mysterious process, plates crashing together accidentally and changing ocean currents or something like that.
The most important scientific question about Mars depends upon who you ask. I think the most dominant question for humankind will be those attributes that pertain to whether Mars is semi-habitable. Is it a place from which human adventures in the future, the next century, can extract water from the surface materials and make oxygen to breathe and water to drink? Or is it a place that really is fundamentally hostile? It's a little bit like the outback of Australia might have been viewed when Captain Cook first found it. It was not known whether that was a place that one could really ever colonize. So we have the same question about Mars. And I think, therefore, the question of surface water, I mean, the water that's available at the surface, is there ice near the surface? The nature, the chemistry, the soil that Viking scooped up and dumped into the biologic experiments had no life, but did something else. It reacted with the water. That's pretty caustic stuff. It actually broke the water down. Now, that's not necessarily the sort of stuff that you want to have on your plastics in your spacesuit when you're walking around, or you better know a lot about it. So we need to know whether Mars is habitable and therefore its surface environment. That's, to me, the most exciting long-range question. What would you like to see happen in terms of future Mars research? Well, we have to get close to Mars. We got close with Viking, two little spots. But remember, the surface of Mars is equal in land area to that of the entire Earth. There's no oceans on Mars, so the planet is smaller. But imagine if you were Martians exploring the Earth, and you had this great big meeting in some city on Mars where you're deciding where to put down the lander. You said, look, fellas, it's our first time down. We're going to go where it's really safe, smoothest place possible. And down comes the lander, and wham, it's full of rocks. You say, look, fellas, not again. We got one more. We're going to go to the smoothest place. Fine. So they send number two down, and it hits rocks and actually ends up on an 8-degree tilt. The pictures are crooked. Well, that's telling you that you don't know much about Mars at the microenvironmental level, and that's where the future is. That's the exciting part, is to find out what the topography is like. Is it uniformly rough? Are those really smooth sites compared to the rest of it? If that's the case, we're going to have a tough job exploring it. What about this caustic reactive soil? Is that all over? Is there water? Is there permafrost a meter below the surface? Or is it a kilometer below the surface? These are the things that are going to be very, very exciting, I think, in the coming period of time with the robots exploring Mars. And so for that reason, the robotic exploration of Mars can be looked upon not just as satisfying the scientific curiosity of me, not just for the comparative planetology benefits to the Earth, but especially as a stepping stone to our own future as a species, going there and finding out what it's really like, and is it habitable in some long-run sense or not. Niet zozeer Mars zelf, als wel een van zijn twee manen, zal in de nabije toekomst weer worden onderzocht. De Russen bereiden samen met andere landen het Phobos-project voor, waarbij de gelijknamige Marsmaan van dichtbij zou worden bestudeerd. Er zal zelfs een soort mechanische kikker op deze maan gaan rondspringen om op verschillende plaatsen onderzoek te doen. Phobos is maar 30 kilometer groot en Deimos ongeveer de helft. Phobos en Deimos zijn dus in geen enkel opzicht vergelijkbaar met onze eigen maan. Ze zijn waarschijnlijk verdwaalde asteroïden, ooit ingevangen door Mars. Asteroïden of planetoïden zijn kleine planeetjes van enkele meters tot 1000 kilometer in doorsnee, die hun banen voornamelijk beschrijven tussen de banen van Mars en Jupiter. Jupiter, de volgende planeet die we op onze reis door het zonnestelsel bezoeken, is veruit de grootste planeet. Jupiter zou makkelijk 1000 aardbollen kunnen bevatten. Maar Jupiter is veel luchtiger van samenstelling dan de planeten die we tot nu toe zagen. Hij bestaat voornamelijk uit gasvormige en vloeibare waterstof en helium. Op deze afstand van de zon, 5 keer zo ver van de zon als de aarde weg is, en waar het dus ijselijk koud is, kunnen deze lichte gassen zich handhaven. De gigant Jupiter gedraagt zich overigens merkwaardig kwiek, want hij heeft maar 10 uur nodig om 1 keer om zijn as te draaien. Dat betekent dat er 10.000 Jupiterdagen gaan in het Jupiterjaar, dat 12 aardse jaren lang is. Zo lang heeft Jupiter nodig om 1 keer om de zon te lopen. Jupiter heeft een sterk magnetisch veld, en zijn prachtige oranje-bruine wolken drijven op een blauwe onderlaag. Tussen die verschillende dampkringlagen waaien zeer krachtige winden.
Zo ontstaan de uitgerekte en spiraalvormige wolkenpatronen die zo typerend zijn voor Jupiter, zoals de Amerikaanse Voyager-verkenners ons overduidelijk lieten zien. Het meest opvallende bijzondere kenmerk van Jupiter is zijn befaamde grote rode vlek, die al wordt waargenomen sinds er met kijkers naar de planeet wordt gekeken. De vlek is even lang als de omtrek van de aarde, dat is 40.000 kilometer, en steekt ongeveer 8 kilometer boven het wolkendek uit. Waarschijnlijk gaat het hier om een permanente wervelstorm die rode verbindingen uit lagere niveaus naar boven brengt. Even merkwaardig als onduidelijk is dat een dergelijk verschijnsel zo lang op deze woelige gas- en vloeistofwereld kon blijven bestaan. De vraag ligt voor de hand, waarom zijn Jupiter en de volgende planeten zo heel anders van samenstelling dan de vier binnenplaneten Mercurius, Venus, Aarde en Mars? As you go farther out in the solar system, the cloud of gas and dust was not so affected, and I'm talking about early in the solar system's history, that cloud of gas and dust was not so affected by the sun's intense radiation. In the inner solar system where we live, the hydrogen, the helium, and which are the most abundant things, were just driven off, leaving behind rocks, which is what the Earth is really made out of, and anything that could stick to the rocks. Whereas out in the outer solar system, Jupiter and Saturn retained all the hydrogen and helium that was in the early sun, and so they are really made out of the same stuff that the sun is made out of, although it's colder stuff out there. Jupiter heeft minstens 16 manen. De vier grootste zijn vanaf de aarde gemakkelijk met een veldkijker te zien. De Voyagers ontdekten er nog een groot aantal bij. One of the big differences in the Jupiter system of satellites, of course, is that at Jupiter you are far enough away from the sun, the temperatures are very cold. And so ices that condensed in that region from the cloud of gas and dust from which the sun itself was formed were stable at that distance. And solid bodies are built in large part, not entirely, but in large part out of ice. The outer two largest satellites, including Ganymede, which is in fact bigger in diameter than the planet Mercury, is composed about half of ice, as well as the farthest very large satellite, Callisto. Interior to that, you have a satellite. You have two satellites that are mostly rocky, but the satellite Europa, which is next interior to Ganymede, has a veneer of ice, maybe 100 kilometers thick. So the surface we see is entirely ice, but we know from its density that it must be mostly rock on the inside. Finally, we come to Io, which is essentially all rocky. Io, the ice has apparently been lost. I suspect that Io once had ice. And it's been lost by a variety of things, possibly by bombardment. Some people think Io never had ice. In any event, it's now very hot. Ice would be unstable there and would be lost over time. Yeah. Why is it so hot, and why could you discover that for the first time active volcanism on another world? Well, there's a very special situation amongst the four large satellites, which are, of course, discovered by Galileo, and they're called the Galilean satellites. Io goes closer to Jupiter and then farther away, and it speeds up in its orbit and then slows down because its orbit is out around, it's eccentric. And therefore, there are strong tidal forces on Io, and it's been the working of the tides, the migration of the tides and the buildup and decay of the tides, which essentially work the planet, mechanically work the planet and pump energy into it. The mechanical energy is dissipated as heat inside the satellite. Well, the most surprising thing at Jupiter were the active volcanoes on the moon Io. No one had really expected us to find active geysers, if you like, spewing forth sulfur and oxygen into the environment around Jupiter. That was the most surprising thing. But I think another surprise for most of us was the presence of a ring, although very tenuous, a narrow ring in orbit around Jupiter. Dubbel zo ver van de zon als Jupiter beschrijft de oogstrelende planeet Saturnus zijn baan, vergezeld door een groot aantal manen. De planeet doet er liefst 29 jaar over om één keer rond te komen. Saturnus is kleiner dan Jupiter, er zouden maar 750 aardbollen in kunnen. Intussen heeft Saturnus tenminste 17 manen, waarvan de grootste hun banen duidelijk buiten de ringen beschrijven, maar sommige kleine maantjes schijnen de buitenste ringen als het ware in bedwang en in vorm te houden.
De meest opvallende Saturnusmaan is Titan, die zelfs groter is dan de planeet Mercurius. Als enige maan in ons zonnestelsel heeft Titan een dichte dampkring, voornamelijk bestaande uit ijskoude stikstof. Op Titan zouden zelfs zeeën van vloeibare stikstof kunnen voorkomen. Saturn was a surprise primarily with respect to the rings, where we found an amazing amount of structure in the rings. Again, very tiny icy particles in orbit around the planet, but those particles seem to be organized into waves and into other structures which we still do not yet understand. And it was at Saturn that we found two shepherding moons shepherding a narrow ring between them, the F ring. And of course, the moon Triton was a principal objective. We knew it was going to be interesting. We just didn't know how interesting it was going to be. We found an atmosphere there, which was mainly nitrogen, like here on Earth, 1.6 times as the pressure here on Earth, but an atmosphere which has methane, natural gas, rather than oxygen, as a principal component. And that methane is continually being converted into organic hydrocarbon materials, which are raining down on the surface, perhaps making lakes of liquid hydrocarbons on the surface of the planet-sized moon. Yeah. Does this mean that we could expect some primitive form of life on Titan? Well, there are lakes, liquid lakes. There are organic materials in the lakes. The thing which is the real question is it warm enough? Because the ambient temperature there is about 95 above absolute zero. So it's quite cold. So there would have to be some local heat source, I think, in order for life forms or complicated organic materials to evolve. Yeah. What is the meaning of what we learn about Titan? Does it say anything about how life or organic molecules might have evolved on the Earth long ago? Well, many think that, in fact, the chemistry that's going on there today is similar to the chemistry which went on the Earth before life evolved. Once life evolved, oxygen was produced and our atmosphere became much like it is today. Before that, though, it's believed that methane may have been an important component, and the chemistry going on at that time is similar to that happening in Titan today. De Voyagers brachten de manen van Saturnus van dichtbij in beeld. Leverde dat na al die verschillende manen die we al bij Jupiter gezien hadden nog verrassingen op? We didn't know what we would discover. There had been such a rich harvest of interesting features in the Jovian satellite system, with the volcanoes on Io, which were a total surprise, and then the almost smooth surface of Europa, which looked like nothing else we'd seen elsewhere in the solar system, and then the two big outer satellites, which were fairly heavily cratered. So the guess was, what would we see when we came to Saturn? Would we have the same rich diversity of objects, or would they be mainly just dead worlds that had simply been cratered? The answer is that they proved to be diverse also. They are heavily cratered, most of them that we see. Of course, we don't see the details on the surface of the largest satellite, Titan. But the smaller satellites all proved to be cratered objects, but they each turned out to have an interesting geological history. One of the ones of particular interest is a small satellite called Enceladus, which clearly has been resurfaced by either warm ice or liquid water flowing out on its surface at various stages in its history. Something special has happened at Enceladus that's somewhat similar to the case of Europa in the Jovian system. Onze reis voert ons nu in de barre verlatenheid van het zonnestelsel, waar de zon niet veel meer is dan een heldere ster. De planeet die we na Saturnus ontmoeten, Uranus, staat weer twee keer zo ver van de zon als Saturnus. Uranus, opnieuw een planeet van gas en vloeistof, is vier keer zo groot als de aarde. Ook Uranus heeft een ring, al is die maar uiterst dun en ijl, en tenminste 15 manen, waarvan er liefst 10 door Voyager 2 werden ontdekt. Uranus is tot dusver de laatste planeet die door de Voyager werd verkend. When Voyager got to Uranus, we all knew that Uranus was the only planet spinning on its side. In fact, the sun was directly overhead at the South Pole when Voyager got there. But we were surprised, for instance, that the magnetic field was not closely aligned with the spin of the planet. It was cocked off at some strange angle. Furthermore, we knew whatever we saw in the weather patterns that they would be surprising, simply because we'd never tested a planet spinning on its side with the sun directly overhead. To me, the surprise came that Uranus looks so much like, the weather patterns look so much like Jupiter and Saturn, in spite of the tilt.
Apparently the orientation of the sun had no effect on the weather pattern. Ondanks het weinige zonlicht dat beschikbaar was voor de opnamen, maakte Voyager vorig jaar prachtige foto's van de voornaamste manen van Uranus. En opnieuw waren de deskundigen verrast. They were extremely diverse, again showing geological events recorded on the surface, the eruptions of water or warm ice on the surface, actually on the inner satellites, the inner large satellites. The one discovered by Gerard Kuiper in 1948, called Miranda, turned out to be the most interesting of all. An object with a partly cratered surface and with part of the surface occupied by strange ovoid regions which had been formed by some combination of faulting and eruption of material. We're still guessing what's going on there, but clearly some geological events that have been brought about by activity within the interior of the satellite. In 1989 zal de Voyager langs de planeet Neptunus vliegen, die 30 keer zo ver van de zon is als de aarde. Neptunus heeft tenminste 2 manen en ook die zullen door Voyager worden verkend. En waarschijnlijk zal de verkenner nog wel een paar manen ontdekken die te klein zijn om vanaf de aarde te worden gezien. Daarna vliegt het toestel geleidelijk verder het zonnestelsel uit, de diepten van het wereldruim in. Aan boord is onder meer een vergulde videoplaat die informatie geeft over de aarde en haar bewoners. Een groet aan mogelijke meedenkers in de kosmos. Pluto, de laatste bekende planeet van ons zonnestelsel, zal voorlopig niet door elektronische afgezanten van de aarde worden verkend. Heel anders dan de grote gasplaneten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus, is Pluto een kleine, rotsachtige wereld, ongeveer zo groot als onze maan. Pluto heeft tenminste 1 satelliet die Charon is gedoopt. Op Pluto na zullen dus binnenkort alle planeten van het zonnestelsel min of meer zijn verkend en in kaart gebracht. En daar is heel wat geld in gestoken. En nieuwe projecten voor verkenning van de planeten zullen opnieuw geld kosten. We weten nu zeker dat we op de aantrekkelijkste planeet van allemaal zitten. Waarom zouden we ons dan nog druk maken om die andere werelden? I agree we're on the most attractive planet of them all. And we may want to visit the other ones, but I don't think we'd ever want to live there. The reason to go is the same reason that primitive tribes expanded out from their heartland, perhaps in Africa or wherever it was, the same reason that early explorers went from one continent to another. And then in the last century, geologists began to piece together the records recorded in the rocks from different continents. And that is, we are all part of the same solar system. The molecules, the carbon and hydrogen and nitrogen that make up you and me, all were originally together in the same solar nebula. The rocks we have here on Earth are formed from the same materials that make up Mars and Venus and Mercury and our moon. But they're obviously not habitable. They're not very nice places to live. So we all have a very great vested interest in understanding why we became so different. What was different about the Earth or Venus or Mars that made one an inferno that's impossibly hot, another that's impossibly cold, and this one, which is relatively benign? Basically, all of us are interested in knowing more about the place in which we live, and in the solar system is where we live. And so, in that sense, we're exploring our neighborhood. In the process, we have learned a great deal about how diverse the objects are in the solar system, how different they are. They're all giving us clues to things as to what the solar nebula was like, out of which the planets formed, what the chemicals were that were there out of which the planets formed, and then how different planets evolved differently. The very interesting question we have living on Earth is, how did the Earth get to be the way it is, which is clearly different than any other planet in the solar system, and how is the Earth going to continue to evolve? Because clearly it's not a static world. Our world is changing. Well, I think we're going to learn how planets in general behave. We're going to learn how they evolved. At this stage, each planet seems very different from the one before. The terrestrial inner planets look very different from the Jupiter planets. But yet, they all obey the same physical laws, and they all started at about the same time. And we're going to tie all that together into some kind of understanding of where the solar system came from. Yeah. Maybe where it's going, and maybe we'll find out why the Earth really is the only planet with life on it.
Willen we onze plaats in het heelal dus beter begrijpen, dan is het de moeite waard ook al die andere werelden uitvoerig te verkennen. Voor wat Venus betreft maken de Russen voorlopig pas op de plaats, maar de Amerikanen werken aan een nieuwe Venus-satelliet, Magellan, die in 1989 Venus met behulp van radar heel gedetailleerd in kaart moet gaan brengen. Mars en zijn maantje Phobos zullen opnieuw worden onderzocht in het kader van het Russische Phobos-project, waaraan geleerden uit heel veel landen zullen deelnemen. Amerika bereidt ook een nieuwe Mars-satelliet voor, de Mars Observer, die als de Space Shuttle weer ter beschikking is, in 1990 zou worden gelanceerd. De planetoïden of asteroïden zullen worden bestudeerd door de eveneens Amerikaanse CRAF, die daarna zal doorvliegen om zelfs contact te maken met de kern van een komeet. En Jupiter zal verder worden verkend door Galileo, die zelfs een capsule in de dampkring van die reusachtige planeet zal neerlaten. Deze vluchten zijn in hoge mate afhankelijk natuurlijk van de Space Shuttle, die op zijn vroegst in september 1988 weer zal gaan vliegen. Voor wat de verre toekomst betreft lijkt NASA weer belangstelling te krijgen voor de rode planeet Mars, als het volgende grote doel van de onbemande en de bemande ruimtevaart. In the last year or two, scientific interest has indeed turned to Mars. It occurred in the Soviet Union as they have shifted the emphasis of their exploration from Venus to Mars. And in the United States, a great deal of scientific opinion has been shifting to the emphasis of Mars as being a planet which has characteristics that are similar to Earth, at least more like Earth than are the other planets, and therefore one that it seems appropriate for a very careful examination. As I think you're aware, the future of NASA beyond its present plans is uncertain, and NASA is at the present time in this country undertaking a major study to identify what its long-term objectives should be, really the objectives for the next century. And although those decisions are not made and will doubtless be debated for many years, it is true that that within the circles of people who do that forward thinking, the possibility of a major emphasis on Mars is emerging as the prime contender. Yes. And so it's very likely that the United States will select as a future goal Mars as a target for human exploration. Now that requires many steps before one would place humans on the surface of Mars, and among those, the ones that we at JPL are most interested would be scientific missions. And so, but it is quite possible that NASA will identify a new initiative, a new focus for its endeavors that will be associated with Mars and that will lead us to the conduct of some very exciting scientific missions to Mars. Zowel de Russen als de Amerikanen hebben belangstelling voor de verdere verkenning van Mars, bijvoorbeeld met behulp van onbemande Marsauto's en apparaten die Mars grond naar de aarde kunnen brengen. Ligt samenwerking op dit terrein tussen de beide ruimtevaartmogendheden dan niet voor de hand? Well, I think that's a real possibility, and there are it is quite likely that the United States will enter into the in the future into a new space cooperation agreement with the Soviets, and and certainly the cooperation, at least in the sense of sharing plans and sharing scientific data, is clearly what we should do and what we will, I'm confident, will do. The kinds of cooperation which some people talk about, which would be substantially more extensive, are being studied. That is, the possibility, for instance, that the United States would, with ESA, European cooperation, would fly a mission to Mars that would include a rover that would roam over the surface of Mars selecting samples for study. The rover then might return to a Soviet-emplaced vehicle, deliver its samples to that vehicle, which would then return them to Earth. And in this way, a very complicated mission would be shared among two nations. Now, there is a lot of interest in that kind of a scenario, and there is study underway for it. But in all honesty, it is difficult to pull something like that off. That is, two nations with ESA's participation, really it's many more, would have to coordinate their budgets and their approvals for an activity that would last much longer than a decade. And that requires
a consistency of purpose and application of funds that I don't think, well, at least the United States doesn't have a very good record of doing. That is, we change our minds now and then. Hoe ver die samenwerking uiteindelijk zal gaan, is nu nog niet te zeggen. Deze dagen werd door de minister Schulz en Shevardnadze in Moskou in elk geval een nieuwe overeenkomst voor samenwerking op ruimtevaartgebied tussen de beide mogendheden getekend. Dat geeft hoop voor de toekomst. Intussen, in de uiterste regionen van het planetenrijk, snelt de Voyager tussen de planeten Uranus en Neptunus op weg naar een nieuwe reeks indrukwekkende ontdekkingen. Althans, dat moet het dan worden. In het vluchtleidingscentrum van het Jet Propulsion Laboratory in Pasadena vat Dr. Miner de situatie samen. It's been about a year and a half since our encounter with Uranus. We are well beyond the planet Uranus now on our way to the next planet, Neptune. And as of today, we're still some 833 days away from our closest approach to Neptune. That will occur on the 25th of August in 1989 at 0400 GMT. And we're looking forward to that. In fact, we just this week, we're in the process of planning some of the preliminary analyses for data that we'll be taking at our closest approach to the planet. As of today, we are some 3,337,000 kilometers away from the Earth, and still some 1,280 kilometers away from Neptune, where we'll arrive, as I say, some 2.5 years away. We have many observations that we would like to take at that time. Neptune is almost an unknown planet. Of course, is one of those that was discovered in our lifetimes or shortly before that time, and but we don't really know a whole lot about it. Too far away. And of course, the radio signals travel at the same speed as the speed of light, some 300,000 kilometers per second. Even at that tremendous speed, it takes our signals about 3 hours and 5 minutes to reach the Earth from the spacecraft, and a similar amount of time for our commands to reach the spacecraft when we send them from the Earth. By the time we arrive at Neptune, that time will have grown to 4 hours. And so in order to send a query to the spacecraft and get an answer back, even if the spacecraft answers immediately, will take over 8 hours when we reach Neptune. We're presently making plans to use the resources available on the spacecraft sparingly in hopes that we might be able to continue to track the spacecraft well into the 21st century. Perhaps as far as the year 2020. And we hope that by that time, both Voyagers 1 and Voyager 2 might have reached the point where they have crossed the outer boundary of the sun's magnetic field. We don't know exactly where that will occur, but we think that it may be as far away as 100 times the distance of the Earth from the sun, 100 astronomical units. Even after we stop tracking these two spacecraft, they'll continue to fly on out into space and will escape the solar system. And some thousands of years hence, perhaps they'll be found by some space traveler out there, and maybe they'll be able to read those gold records that we've got on each of the spacecraft. Dat was het onderzoek van de planeten dat ons niet in de laatste plaats meer leert over verleden, heden en toekomst van onze eigen wereld, die door de astronauten de blauwe planeet is genoemd. De aarde zelf staat natuurlijk in het middelpunt van de belangstelling van een groot aantal satellieten die steeds meer gedetailleerde informatie en beelden opleveren. Tot die kunstmanen behoren ook de Amerikaanse Landsats, die hun beelden in de vorm van computertaal naar de aarde seinen. Tegenwoordig is men heel ver in het bewerken van die informatie en daarvan willen wij u graag een heel sterk staaltje laten zien. We gaan uit van één enkele foto van het gebied van Los Angeles en Pasadena aan de Californische kust, waar een groot deel van dit programma werd opgenomen. Met behulp van de informatie in die ene foto en toegevoegde hoogtegegevens van het terrein maken we via de computer een fascinerende vlucht over dit geologisch heel interessante gebied rond de Sint-Andreas-kloof, een befaamd en tevens berucht aardbevingsgebied.
Dat was het voor vandaag. In het volgende seizoen, rond 30 jaar ruimtevaart, 30 jaar na de lancering van Sputnik 1, hopen we weer bij u terug te zijn met meer nieuws uit de ruimte.